Wat gaan we doen? Naar Nederland. Ja, we gaan even naar de kinderen en naar de ouders. We gaan naar Nederland, we zijn er klaar voor. Nou, dat is de plas waar we wonen. Volgende projectje. Ja. Het is fijn dat we nog een zoomhuisje hebben, maar het is een werkeiland, hè? We zijn er even naar Ducky, hè? Onze oude stek. We zijn boeken over. Oostenrijk, hoi! Plantje in de ski, geraniums. Oh, dat is wat anders dan een schoonmoeder. Hoi. Zijn we weer. Ja, welkom in een nieuwe vlog. In deze vlog gaan we naar Nederland. Hè? We gaan op visite bij de familie. Even 2 weken naar Nederland. Nou, het wordt vandaag een mooie dag. De zon komt al door, de wolken vertrekken. Het heeft gisteren de hele dag goed geregend. Je hoort de waterval achter ons huis flink tekeer gaan. En wat gaan we doen? Ja, we gaan even naar de kinderen en naar de ouders. We gaan naar Nederland. We zijn er klaar voor. Hè? Ja, ja. Het is, de gasten zijn net weg. En we hebben alles opgeruimd. Het is bijna 9:30 en we gaan lekker rijden. Nou, we zijn lekker aan het rijden. Het is 9:30. En het gaat goed, hè? Ik zit net een paar minuten in de auto. Ja. Het zou heel erg zijn als het niet goed ging. En de hondjes hebben het naar de zin. Eentje achterin. En eentje hier vlakbij. Hè? Pientje. Nou, lekker, lekker, hè? Nou, de Ehrenberg. En de Highline, de brug. Ja, dat is thuiskomen als we weer straks thuiskomen. Ja. Als we dat weer zien, dan zeggen we, we zijn thuis. Oh, daar rijd je camouflageauto. Rij je veel? Ja, er wordt heel veel test gereden in de bergen, in de bochten. En, ja, snap ik ook wel. Ja, ja, als ik ergens test wil rijden, zou ik die rup wel willen doen. Lekker scheuren in de bochten. Jammer genoeg mag het niet zo hard. Nee. Maar dat gaat ook niet met hondjes, hè? Nee. We hebben net stoppen hier achter de deur, de eerste stop. Ja. De hondjes liggen weer lekker, tenminste Pientje ligt helemaal lekker met de kop op de tas. Ja. En Millie Billy ligt om het hoekje. Gaat ie goed, meiden? Lekker naar Nederland aan het rijden. Ja. Het is wat heug op de weg. Maar het gaat goed. Ja, het is wel oponthoud. Ja. Dus helaas. Helaas. Komt vast goed, hè? Ik heb geen haast. Nee. Ik ook niet. Nou ja, een beetje. Ja. Nee, ik wil wel voor het donker thuis zijn. Dat is wel fijn, want dan... kunnen we onze slaapplaats nog even een bedje opmaken en zo. En, met een lichtje is dat wel fijner, hè? Ja, inderdaad. En, dan moet het even aansluiten. Ja, daarom. En als we dan een beetje daglicht hebben, is dat wel fijn. Dat is wel fijn. Okay. We gaan weer lekker doorrijden. Doei. Doei. We zijn in Nederland aangekomen. We zijn gelijk weer aan de slag gegaan natuurlijk. Ja. Het eiland. Ja, als je, woorden maken. Als je denkt eiland, ja, eiland is eiland. Maar dat zie je later in de vlog. Ja, Jelle gaat nog even uit straks. Ja, ja, nou dat zien ze wel. En we gingen naar de ouders, hè? Ja, even bij de ouders op visite. Ja. Is dat helemaal top. Lekker bezig. Ja, gaat er weer een beetje op lijken. Ja, oef. Millie, niet doen. Millie. Nou, die moet nog. Ja, het cirkel moet nog doen. Opstap. En dat moet ik nog doen. Hier hebben we nog wat vochtjes. Ja. Nou, gras heb ik gemaaid. Pot ernaast heb ik gedaan al aardig. Ja. Veranda, spinnenweb vrijgemaakt. Jij bent aan het soppen geweest. Ja. En het gaat er weer een beetje netjes uitzien. Het is, volgende projectje, hè? Ja. Het is fijn dat we nog een zoomhuisje hebben, maar... moet je wel bijhouden. Het is een werkeiland, hè? Ja, het pad zag je niet meer. En nou zie je hem weer. We zitten op de plas. Nou die cirkel nog doen. En dan dat grote terras. Dan ben ik tevreden. Ja, het moet eerst even zootje worden en dan wordt het netjes. Hè? Ja, dan ben ik weer tevreden. Nog even een beetje... En het is maar voor kleine 2 weken, hè? Ja, maar ja, als je nou niet bijhoudt, dan... En dan kunnen hierna de kinderen ervan genieten nog, hè? Ja.
We treffen het met weer. Is het klaar voor de kinderen? De hondjes zijn ook blij. Lekker buiten. Ja, de hondjes hebben het zo naar de zin weer. Ja. Ga lekker buiten. Nou, dan gaan we nog plantjes halen. Even een paar potten met gezellige plantjes. Morgen even plantjes halen. Ja. Gaat het weer even gezellig maken. Ja. Inderdaad. Vol zelf. Komt goed. Wat kom jij doen? Of visite, mag het? Mag dat? Ja, gelukkig. Ja. Hallo. Toch fijn, hè? Hoe is die? Ja. Ja, dat gaat ook goed. Ja, dat gaat lekker. We mogen niet klaar. Nee, wij doen dat niet. Wij doen dat niet. Gezellig, hè? Even Nederland Max Verstappen wezen kijken. Hey, we hebben tweede geworden, samen met mijn broers en mijn moeder en mijn vader. Eventjes Max gekeken. Weinig contact met ja, speciaal Red Bull shirt aan. Maar het had geen zin. Hij is gewoon tweede geworden. Maar netjes, leuk, gezellig. Oké, mooie leeftijd. Mooie leeftijd. Oma! Hoi. Hallo. Kijken er genoeg aan hier uit de buurt? Ja. Ja. Dus ja. Zeg zo, jullie hebben Britten op de blog. Jullie hebben heel wat hier gespeeld hoor. Ja. Ja, ja. Toen was het plein nog een leuk plein. Nou, alles heeft zijn eigen dingetjes, hè? Eigen charmes. Ja. Nou, de volgende dag gingen we shoppen. Ja. Gingen we naar een bedrijf die van die platen verkoopt, hè? Ja, dat is heel dun, natuursteen. En hele dunne platen. De buitenkant is een laagje natuursteen. Onwijs mooi. Ja, sommige dingen hebben we geverfde tegels. Ja. Maar in badkamer waar het warm wordt en vochtig is het niet echt een succes. De wc'tje is goed gelukt, maar de badkamers, dat werkt niet. Dat is het niet. Nee. Dus we zoeken naar andere middelen. Andere opties. Ik denk dat deze, een paar grijs, licht en donkergrijs. Dan gaan we met chrome kranen, er zit een zilvertje in, dus ik denk dat dat wel... Ja, ik vind deze wel heel mooi. Tijdlozer is, het is allemaal wel heel speciaal. Die vinden we ook mooi. Die vind ik mooi. Die is eigenlijk wel een wand kunnen combineren met die. Ja. Ja, maar die is wel donker. Ja. Ik ben nog niet helemaal overtuigd. Het is wel licht, niet te donker. We moeten eens even over nadenken. Ja. Eens even kijken. Als jullie nog ideeën hebben. Of kennissen die toevallig tegelzetter zijn en dan graag weer tegel bij ons. Hè, mogen ze komen slapen. Ja. En, als je een weekje of twee weekjes wil komen logeren en je bent tegelzetter, dan kan ik gratis logeren en dan bij ons badkamertjes doen. Oh, oh, oh. Je zou wel gek zijn. Hè? Nee, misschien zijn mensen zo gek. Hoi, Henkie. Ja, sta je in de file, rij je langs de uitzaak. Ja. Draaien. Doei, dat vind je leuk. Gek, hè? Nou, dat is wel fijn, je hoeft niet meer te werken nu. Nee, dat is waar. Dat is wel fijn, maar je moet wel in de file staan. Ja, absoluut. We staan in de file. Dat doen we ook niet zo vaak in Oostenrijk. Als we weten dat er file is, gaan we niet. Dan gaan we gewoon niet. We blijven in het dorp. En waar reden we nu langs? Langs het oude viaduct. Oude viaduct, like. Daar stond het oude viaduct. Heel vroeger, nee. Dat is, wat is het? 6, 7 jaar geleden nog. Ja. Oh,
zondag zijn we bij een rollendisco geweest. Ja, hè? Samen met mijn zoon en mijn schoondochter. Ja. Zijn we wezen rollendiscoën, dansen. Je kwam nog bekenden tegen. Ja, hè? Toen ik in de surfsport zat en er stond geen wind, of het was geen windsurfseizoen. Dan gingen we met Rotterdam Sport en Port gingen we rolschaatsen in het Lagerbergse Bos, Energiehal. En daar kwamen we van die periode nog wat oude bekenden tegen. En dat was wel grappig, leuk. Ja, en ik zei, kijk, die meneer daar, die doet het goed. En ik kijk zo naar de meneer en zeg, hey, die ken ik nog van vroeger. En hij kende hem ook. Hij zegt, hey, van de Surferboys. Ja. Surferboys, ja. Surferboys, ja. Ja. En we zijn nog aan de slag gegaan in de tuin, hè? Ja, het eiland, dat is nodig. Ja. We hebben het eiland al heel lang. Maar tijdens het café hebben we gewoon weinig tijd gehad ervoor. Ja, we hadden het veel te druk. Dus we deden altijd hoog nodige. Maar er was nog heel veel extra onderhoud. En daar zijn we nog niet helemaal aan toegekomen. Nee, maar het gaat er nu wel een klein beetje op lijken. Ja, het gaat er een klein beetje op lijken nu. Het wordt iets netter. Ja, en toen zijn we s'avonds daarna nog even naar het café geweest. Ja. Even oude Dukkie. Oude Dukkie. Hoop darters gezien. Ja, was gezellig. Was zomerranking bezig. Hartstikke top. Leuk. Leuk weer even iedereen te zien. Ja, zeker. En tot de volgende keer weer. Ja, zeker. Dan gaan we weer kijken. Ja. Zo, ben je aan het doen hier? Ja, snoeien. Oh. Je wat bloemetjes. Oh ja. Oh, leuk. En weer... En rotsen gemaakt. En weer afval. Ja, eten zo weer. Eten zo. Dat boompje nog weghalen voordat we weggaan. Ja, dan kijken of we die plant krijgen. Bloemetjes groeien hard hier ook. Ja. Gaan snel. Lekker wel, vind ik wel leuk. Weer in orde, bloemetjes. Even een nieuwe slang op de benzinemotor gezet. Want die was een beetje verdroogd, een beetje oud. Na al die jaren is het boompje weg. Ja, boompje heb met lichtjes gehangen, gebloeid, maar het is nu al anderhalf jaar dood. En er staat een pioenroos, staat er nou. Dus dat is ook wel leuk. Dus dat, maar ja. Pioenroosje, hartstikke mooi. Dus dan gaat het boompje wegdoen. Even een stukje zagen nog. Maar ja, uit de regen weer. Dus ik ga het lekker naar binnen toe. Ik stop er even mee. Nou, we zijn er even in het Dukkie, hè? Onze oude stek. Het is nog steeds hetzelfde. Gezellig. En er wordt gedacht. En er wordt gewonnen door de dames. Ja? Kom op, Nens. Kom op, Nens. Kom voor jou, hè? Kom op, Nens. Proost. Zet hem op, hè? Nou, Millie is er niet mee eens. Maar we hebben lekker koffie zitten drinken op het eiland. Met de buren van het eiland. Hoi. Waar we altijd al mee op vakantie gingen. Gekste vakanties meegemaakt. Ja, al 30 jaar naast elkaar op het eiland wonen. Onze zomerburen. En leukste vakanties mee hebben gemaakt. Nou, zeker, ja. Zeker weten. Samen met Rinus op een wc-huisje gezeten. Nou. Waar we niet van wisten dat de schoonmaakster bezig was. Ja. Maar het was wel leuk. Esthetiet was dat daar. Ja. Was bij Esthetiet. Dat kleine houten huisje wat heen en weer ging, wat lek was. Ja. Nou, inderdaad, met die regenbuien. Waar we die tafel in de fik, die stoel in de fik gestoken hebben met barbecuen. Ja, daar. Maar het was wel heel leuk, hè? Ja. Maar even alle oude verhalen weer opgehaald, nou we toch in Nederland zijn. Nou, even lekker het zonnetje zo. Ja. Ja. En we komen snel richting Oostenrijk, want dan willen we natuurlijk ook even... Als we naar Italië gaan, dan zit je op de route. Nou, dat vind ik echt leuk. Ik zei eerst even, dan zullen we woensdag doorrijden, want die is een vrij woensdag toch met zondag. Ik zeg, misschien kunnen we woensdag heen rijden. Maar ja, het gaat daar heel erg regenen. Ja, nee, het is wel leuk als het een beetje droog is. Een beetje mooi weer. We gaan op de motor. Ja. Ik had Café de Kleiweg. Die begon, ik wil met een groepje. Ja, misschien ken je hem wel, daar werk ik mee. Een
Egbert. Oh, zeg, ja. Nee, die ken ik niet. Maar zijn broer woont naast me. Die ken ik wel. Die ken ik wel. Dus, ja. Hey, maar, nou, wij gaan... Kan je kindertjes? Ja, wij gaan naar mams toe. Ja, ja, mams. En zo was nou. En we spreken elkaar gauw weer. Ja, zeker. Ja, doen we. Doen we, doen we, doen we. Ja, doen we, doen we, doen we. Als jij vandaag vrij hebt, dan stap in de auto. Tot snel. Ja. Doei. Doei. Nou, dat is de plas waar we wonen. Het zijn de buren waar we heel veel mee omgingen toen we in Nederland woonden. En dan lopen we zelf naar ons eigen huisje toe. We zitten niet aan de open plas zelf, maar aan een brede sloot. Nou, en hier wonen wij. Hier wonen wij. Met het huisje. En dan hebben we hier de keukenramen. Een grote boot liggen. En een kleine heen en weer vaarbootje. Nou, hier hebben wij het altijd naar ons zin. Nou, oh, en Millie ook, hè? Millie hebt ook naar de zin. En Pien ook. Ja, Pien. Ben je nou kamers aan het boeken? Ja. Oké. Okay. Oh, lekker. Ze is gewoon kamers aan het boeken. Aan de Oostenrijk. Kom maar. Zit toch niet de boel uit te lachen, hè? Zeker niet. Oh, gelukkig. Goed te lachen. Daar kwam het een kleedje. De volgende dag zijn we naar Café de Kleiweg geweest. Daar zitten heel veel van onze oude vaste gasten. Ja. En ook de barjuffrouw, Bianca, die werkt daar. Helemaal naar de zin heb ze daar. Top. Ja. En ja, voordat ik het wist, stond jij weer aan de tafel kamers te boeken ineens. Ja. Nou, als ze willen komen, dan is dat toch leuk. Dus, in september hopelijk komen er weer een paar langs. Ja, oude bekenden van ons. Gezellig. Ja. Gaan we weer een feestje bouwen. Ja, hartstikke leuk. Ja, ja. Nou, en toen zijn we nog... weer een dag later nog weer naar zo'n winkel gegaan die ook van die platen heeft. Weer ja, andere van die modellen, natuursteen. Andere maten. Daar zijn we geslaagd in wezen. Ja, achter de bar even uit te proberen. Om te proberen. Ja. Achter de bar, achter de tap. Hebben we heel lelijke tegeltjes zitten. En daar hebben we heel mooi natuursteen nu voor. Ja, en, gaan we eens even uitproberen. Kijken hoe dat bevalt. En, hoe het verwerkt en of het makkelijk is inderdaad. En of we daar de badkamers mee gaan doen, ja of nee. Precies. Dat is de vraag. Dat is een probeersom. Ja, nou, en ook nog naar de kweker geweest. Ja, het eiland zaten we altijd bij de kweker. En daar hadden we veel plantjes voor nodig. Maar we hebben er nu nog meer nodig. Nou, we hebben 150 gradiums meegenomen. Ja. En hortensia's en weet ik wat allemaal. Alles. Dus een skibox vol. Nou, het is gelukt voor de spatwand. Ligt alleen op zijn kop nu. Dit is de achterkant. Even kijken of ik eentje een beetje kan draaien. Ja, dit is het natuursteen. En dit gaan we op de achterwand doen van de bar, zeg maar. Dus we gaan het zien. We moeten nog impregneren. We gaan even kijken hoe het dan uitpakt. En als het bevalt, dan gaan we misschien de badkamers ermee doen. René is even een flesje terugbrengen, want ze hadden dubbel flesje. We hadden er maar één gekocht. Eerlijk duurt langs, dus maar eentje weer terugbrengen. En dan, als het bevalt, gaan we de badkamers doen met dat spul. Dus even afwachten. Hé, wat ben je aan het doen? Plantjes in de ski, wat wil je doen? Geraniums. Oh, dat is wat anders dan een schoonmoeder. Ja, ik heb geen koffie nodig.
Dat is wel makkelijk. Geen koffie. Bij de benzinepomp even water. We zijn bij kwekerij Zijlstra. Daar halen we voor het eiland altijd onze plantjes en bloemen. En nu voor Oostenrijk. Ja. Toch? Aardig wat. Het tuincentrum beginnen daar. Mijn balkon volgooien. Oh ja, dat is nadeel van een groot balkon. Veel plantjes nodig. Nou, ik zal je helpen. Ja. Zo. Nou, we staan er gelijk op voor Oostenrijk hoor. Meneer Zijlstra, de planten. Ja, oké. Nou, hier halen wij onze plantjes. Voor wat? Mooi profiel. Oh jee, ja, hij is wel heel mooi. Neem jij hem op schoot, heel de reis. Ja, waar moet je die zetten? Nee, ja, het is in Oostenrijk of niet echt handig. Nee. Kijk eens. Nou, vandaag gaan we weer naar huis toe. Alles is netjes. En blauwe regen staat er mooi bij. Hey, jullie zitten al klaar, hè? Ja. Waar gaan we naartoe? Huisje toe. Hè? Huisje toe, hè, meiden? Blijf. Lekker in de boot. Gaan we naar huisje toe. Laatste spulletjes. Dan gaan we naar de auto. Nou, dag eiland. Zo. Alles dekentjes eroverheen voor de zon. Ja. Nou, als het goed is, komt er een ezo-doekje om. Ik moest nog even één plant halen. Een mooie pioenroos voor in Oostenrijk. En dan gaat hij de boot naar zijn plekje brengen. Daar gaat hij. En ik rijd de auto rond naar de overkant en dan gaan we René oppikken. Dat was hem weer. Ja, we gingen naar huis. Ja, we gingen naar huis, 2 weken Nederlands, is voorbij gevlogen. Hè? De skibox vol geraniums. Ja. Ja. Benieuwd of ze het overleefd hebben. Ja. Het was onderweg knap warm. Zeker, ja. Ja, en, dus als jij koffie ging halen, de hond uit laten, deed ik de skibox even open luchten, om te luchten. En de mensen naast ons, die keken heel vreemd. Ja, en in de volgende vlog gaan we dus kijken of ze het overleefd hebben. Precies. Gaan we naar Berenbad, daar is de opening van de Belgische vrienden van ons. Die, het zwembad, en die doen het kiosk daar, eten en drinken. In Berwang. Ja. Ja, heel leuk. En nou ja, we deden een minder leuke ontdekking. Ja, het begon. We wilden dat zie je in de volgende. Ja, ja. Niet verklappen, hè? Nee. Moeten ze maar kijken. Gaan ze nog zien? Tot de volgende. Lekker kijken. Doei doei. Doeg. Nou ja, soms zit ik mee en soms zit ik tegen. Hè? Zoveel tegenslagen hebben we nog niet gehad. Dus dit is een verrassing. 30 meter balkon, dus we kunnen maar lopen. Nou ja. Bad wordt gevuld. Hey, daar komt René aan. Hallo. Hoi. Planken zijn geschuurd. Dan gaan we ze op maat zagen. Even stek zagen. Je gaat beter dan de trappen lopen. Ja, ik wou net zeggen, we hebben slim bedacht. Hè? Takelen die hap.